Als jij je smartphone alleen maar gebruikt voor WhatsAppen, bellen en soms een video kijken, dan is dit een uitstekende keus. Dit is de Alcatel 3L. Goede telefoons worden steeds goedkoper en goedkope telefoons worden steeds beter. Die zin wordt veel gebruikt door tech-experts de afgelopen tijd. En deze Alcatel L3 2021 is daar een heel goed voorbeeld van. Met een adviesprijs voor €140 is dit een van de goedkoopste smartphones van dit moment. En je krijgt daar wel een prima smartphone voor terug. Hij heeft een mooi groot scherm, een goede zuinige batterij en je kunt alle standaard apps zoals WhatsApp en Facebook prima gebruiken. Ideaal als jij de telefoon vooral daarvoor wil gebruiken dus. Houd er rekening mee dat de telefoon dankzij het redelijk grote scherm wel wat groter is dan dat je misschien gewend bent. Gelukkig heeft het toestel wel een modern design dat past bij een toestel uit 2021. De randen rondom het scherm zijn erg klein en de frontcamera is hier bovenin verwerkt. Ondanks het feit dat dit een budget smartphone is, valt er weinig te klagen over de camera. Die is best wel goed. Hij schiet redelijk scherpe foto's in normale situaties en er zijn twee extra lenzen bijgeplaatst die je gebruikt om wat meer creatieve foto's te maken. Bijvoorbeeld met een vervaagde achtergrond of een macrofoto zoals deze. Ook aan de voorkant zit er dus een prima camera voor selfies en zo. Ondanks dat je misschien iemand bent die zijn telefoon niet dag in dag uit gebruikt, is het wel fijn dat hij niet zomaar leeg is wanneer je deze dan wel nodig hebt. Daarvoor heeft deze telefoon een ruime batterij. 4000 mAh om precies te zijn. Dat is meer dan genoeg om een drukke dag mee door te komen, maar bij weinig gebruik kun je er gemakkelijk 2 of zelfs 3 dagen mee doen. Opladen doe je met een micro-USB kabeltje. Dat is wat ouderwets, maar daardoor is de kans wel groter dat jij hier meer kabels voor thuis hebt liggen of dat ze aanwezig zijn wanneer je ergens op bezoek bent. Opladen gaat niet heel erg snel, dus hou er rekening mee dat je deze het best 's nachts kunt opladen. De besturing van deze 3L is erg gemakkelijk, ook wanneer je niet zoveel ervaring hebt met smartphones. Hij draait op de allernieuwste software, Android 11, en die is extra geoptimaliseerd voor gebruiksvriendelijkheid. Aan de zijkant van de telefoon zitten 3 handige knoppen. Eentje voor het volume, eentje om je telefoon aan en uit te zetten en de zogenaamde Google Assistant knop. Die kun je gebruiken om snel de Google Assistant op te roepen. Dat is een handige applicatie waarmee je nog meer uit je telefoon kan halen. Je kunt de Assistant vragen om allerlei dingen, zoals navigatie, dingen opzoeken op internet of bijvoorbeeld bepaalde apps te openen. Handig wanneer je niet alles met je vingers wil bedienen, maar gewoon een vraag wil stellen. Dit is dus echt een telefoon die ideaal is wanneer je gewoon wil WhatsAppen of wanneer je bijvoorbeeld ergens heen gaat waar je niet je dure smartphone voor wilt gebruiken. Zoals een festival of bijvoorbeeld op vakantie. Je kunt de telefoon uitbreiden met een micro SD-kaartje voor extra opslag of een extra simkaart wanneer je in het buitenland een andere simkaart gebruikt. Als je veel spelletjes speelt op je telefoon, kun je misschien beter een andere kiezen, want hij is niet extreem krachtig. Dat zorgt er dan wel weer voor dat hij heel zuinig is met zijn energie. Kortom, een ideale smartphone voor wanneer je vooral op zoek bent naar een telefoon die niet veel kost, maar wel geschikt is voor alle essentiële apps. Kijk voor meer informatie op belsimpel.nl of download de Belsimpel app.